Welkom terug, trouwe kijkers, fans en nieuwelingen die mijn YouTube-kanaal gevonden hebben. Vandaag heb ik op het programma staan een Opel Agila in een mooie blauwe kleur. Waarvan ik het interieur ga reinigen, bekleding ga champarellen, uiteraard uitstofzuigen, kunststof verzorgen. Lak volledig polijsten, lakdieptereiniging, polijsten in een aantal stappen. Koplampen nog even polijsten, die zien er wat verweerd uit. Velgjes en bandjes schoonmaken uiteraard. En ik heb gisteren alvast even wat schadetjes, kleine schadetjes. Even met de lakstift volbewerkt, zodat dat gisteren en vannacht kon drogen. Daarnaast is afgelopen zaterdag bij mijn deukjesdag, en die ga ik herhalen. Is de wagen rondom redig volledig gerestyled. Dus alle deukjes en parkeerschadertjes en de bekende deuren tegen de deuren aan, die zijn er allemaal netjes uitgehaald. Dus voor mij de taak om vandaag flink aan de slag te gaan. Ik ga zo de wagen eerst even wassen in de wasbox verderop. En dan kom ik terug, ga ik het interieur doen en uiteraard stap voor stap uiteindelijk de wagen afmaken. Vind je het leuk om de vlog weer onder het genot van een kopje koffie, thee, bier of whisky te volgen? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Zo, inmiddels terug van de wasbox, de wagen helemaal gewassen. Ik ga nu aan het interieur beginnen, stofzuiger even pakken en de wagen volledig uitstofzuigen. De lampen heb ik er inmiddels al ingehangen. Ideaal, dit soort lampen om te kunnen werken zonder met zaklampjes en allerlei andere zaken. En dan met de tornado de bekleding inweken. En dan uiteindelijk met de champarelmachine de bekleding afnemen. Maar eerst even stofzuigen. Het interieur is klaar op twee dingen na. Dat is het kunststof nog behandelen met IGL EcoShine Dash. Een emulsie van producten en grondstoffen die het kunststof verzorgt en beschermt. En het een mooie finish geeft zonder dat het gaat glimmen.
Als ik dat gedaan heb, dan rest mij alleen nog even de ramen aan de binnenkant uitnemen en schoonmaken. En dan is het interieur is dan klaar. Maar ramen aan de binnenkant en de buitenkant doe ik altijd op het laatste moment. Even opsprayen op een doek. Aanbrengen, opwrijven. En dat laat ook een fantastische geur achter. Een hele frisse, fijne geur. Zonder dat je het idee hebt dat er chemie in je auto heerst. Zo doen we het hele dashboard en alles wat van kunststof is. Even invrijven, op laten drogen. Klaar. Kind kan de was doen. En uiteraard is IGL Coatings, de hele coatingslijn, IGL Coatings producten verkrijgbaar in mijn webshop. Pietboeren-autodetailer.shop. Daar kun je alle producten vinden in zowel de 100 ml als de 500 ml flessen. Prachtig verzorgd kunststof. Goed, ik ga even de rest afmaken, want ik hoef natuurlijk niet alles op film te zetten. Want dan heb je als het ene paneel gezien hebt, heb je het andere paneel natuurlijk ook wel gezien. Ik ga even nog het dashboard even afmaken, de rest van de panelen. En dan ga ik daarna door aan het exterieur. Maar dat is voor later. Zo, nu we met het interieur bijna klaar zijn, gaan we met de buitenkant verder met de lakdieptereiniging. Dat is de laagste vervuiling van de lak afhalen. Het lak is redelijk schoon, maar ik had hem ook eerlijk gezegd ook al met een klein mit al gewassen. En dan haal je het ergste vanaf en dan loop ik hem altijd nog even na, met water, met de klei. De laatste vervuiling er echt af te halen. Zodat je dus echt een zuivere lak kan creëren om te polijsten. En dan uiteindelijk je lak gaan beschermen met een beschermmiddel. Het is niet veel, er zit wel wat op, maar het is niet veel. Ondanks dat ik 1,83 ben, is een trapje toch handig als het dak net even te hoog is. Ja, dat is wat een vuiler. Goed, zo ga ik even de hele auto afmaken. Voordat we gaan polijsten. Niet besproken, maar ik ga toch de motorruimte toch enigszins een beetje aanpakken, want het is behoorlijk smerig. Zo, dit ziet er iets toonbaarder uit als dat het geweest is. Goed, ik ga door naar de koplampen polijsten.
Om even het verschil te laten zien tussen een voor en na, is de koplampen op zich zijn niet slecht. Maar er hangt wel een hele rare gele waas overheen. Dan ga ik even door naar de andere kant. En hier heb ik hem waasvrij. En dan is het voor mij nog een kwestie van ontvetten en dan de coating erop plaatsen. Waar je bij mij 2 jaar garantie op krijgt. Goed, volgende koplamp. Eerste stapje polijsten. Polijstwerk zit erop. Nu ga ik ontvetten en dan de wax erop zetten. Als ik dat gedaan heb, als de wax in kan trekken, dan kan ik ondertussen de wagen even tillen. Dan loop ik de velgen nog even na, kan ik de bandjes doen. Ramen binnenkant, buitenkant. En dan kan de Aguila terug naar de eigenaar / eigenaresse. En dan hebben we weer een leuk projectje gehad. Goed, ontvetten. De Aguila is klaar. Hij kan terug naar de eigenaar. Interieur gedaan, exterieur gedaan. Laten restylen. En je krijgt het enige wat je van mij nu nog krijgt, is het bekende rondje van de zaak. En dan bedank ik je wederom weer voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao.